Goedemorgen. Kijk naar de weerswachting van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto zien we veel witte bewolking boven Engeland. Dat hoort allemaal bij een front. Dat front gaat een zachte lucht naar ons land brengen. Maar neemt er wel de tijd voor, dus vanochtend is het nog koud en droog, met temperaturen tussen de 0 en de min 4 graden. En heel belangrijk, de zon gaat flink schijnen. Vanuit het westen neemt wel de bewolking toe en vanmiddag volgt er dan regen. In het binnenland misschien ook wat natte sneeuw, maar dat stelt weinig voor. In het oosten blijft het vanmiddag nog droog en schijnt nog af en toe de zon. De temperatuur loopt dan al op naar 0 tot 3 graden, vanavond loopt die verder op. Maar let op: in het noordoosten is de grond nog koud, daar kan het misschien heel even ijzelen. Daar dus misschien even wat nare omstandigheden. Later in de nacht gaat ook daar de temperatuur omhoog. En morgen hebben we dan een flinke zonnige periode, alleen in het zuidoosten is er wat meer bewolking. Het wordt 5 graden in het zuidoosten, 9 graden in het westen. Windwaarde uit het zuidwesten. Zondag een zuidelijke wind en ook dan hoge temperaturen rond de 7 graden. De winter is echt weg, maar het is zondag wel wisselvallig weer. Van tijd tot tijd regen. Maandag een droge dag, dinsdag neemt de kans op regen weer toe. En je ziet het aan de temperaturen: het blijft zacht. Ik ben Michiel Severin van Weerplaatsen.nl.